verkiezingen beleefd? Ja, volgens mij is er echt wel aardige opkomst geweest in het dorpshuis. Want, om te stemmen, dus ik denk wel zeker dat het wel geleefd heeft. Kon er alleen maar gestemd worden in de aanloop? Of, Ja, we hebben één locatie voor het stemmen, ja. Oké. Wat leeft er nou zoal in Otterlo waarvan inwoners zeggen, nou meneer Groeneveld, daarom gaan we juist stemmen? Nou, we hebben een aantal onderwerpen die op dit moment spelen. Onder andere de nieuwbouw op de voormalige sportvelden is een hot item bij ons. Woningbouw en de nieuwe multifunctionele dorpshuis zal er een plaats krijgen. Dus daar zijn we heel druk mee. En ik denk dat heel veel mensen daar naar snakken. En daarom zeker ook wel overwegen om te gaan stemmen. Nou, heeft u als Otterloos Belang bijvoorbeeld aangegeven van nou, ga alsjeblieft stemmen. Hebben jullie daar een actieve rol in gespeeld? Nee, eerlijk gezegd niet. Want ik weet bijvoorbeeld bij Harskamp hebben ze dat bijvoorbeeld wel gedaan. Dat ze zeggen van ga alsjeblieft stemmen, want er moeten meer Harskampers in de raad. Dat had u ook misschien kunnen doen. Of zegt u van nou ja, Otterlo is al goed vertegenwoordigd. Nou, we hebben twee dames in de raad. En daar zijn we heel blij mee, uiteraard. Dus ik denk dat we daar een goede vertegenwoordiging mee hebben. En daar zijn we echt tevreden mee. De politiek, we vieren nu eigenlijk de lokale democratie vandaag, ja. Deze 21 maart. Maar heeft dat die lokale democratie invloed op uw belangenorgaan, op het dorp Otterlo? Wat voor invloed hebben die? De dorpsraad bedoelt u? Wat nou, invloed heeft? De politiek op u als zijnde belangenvereniging, maar ook als zijnde dorp Otterlo. Nou, wij hebben natuurlijk als dorpsraad een directe functie richting de gemeenteraad en richting het college. Dus daar hebben wij korte lijnen, goede contacten mee. Dus ik denk wel degelijk dat dat invloed heeft, ja. Wat kan de politiek daadwerkelijk voor Otterlo doen? Meer naar u luisteren, bijvoorbeeld? Nou, we zien gelukkig dat de dorpen veel beter erkend worden eigenlijk binnen de raad. Dus daar zijn we blij mee. Dat kan altijd beter. Inderdaad, betrokkenheid vooraf, dat willen we graag. We hebben daar een convenant over en dat wordt eigenlijk steeds beter nageleefd. Dus gaat gelukkig stukken beter. Nou, heb ik wel eens begrepen dat er wordt gezegd van ja, nou, de dorpen werden vroeger heel veel vergeten. Het wordt beter. Ja, inderdaad. Waar merkt u dat dan? We worden beter betrokken en je ziet ook dat de dorpen gewoon de identiteit van de dorpen wordt beter gezien en herkend. En er wordt gewoon meer werk van gemaakt om die ook zeg maar lokaal aandacht te geven. Maar ook binnen de gemeenteraad zelf. Zeg maar. Er wordt beter aandacht geschonken aan de dorpsraden en aan de dorpen zelf. Ja, u bent een vrij actieve vereniging, hè, met Otterloos Belang. Ja. Er is een politiek verkiezingscafé geweest, zo moet ik het noemen. Ja. Zo'n initiatief, gaat dat voortgang krijgen? Dat u zegt van nou, we gaan meer een brug slaan tussen politiek en Otterlo? Ja, dat verkiezingscafé is heel goed ontvangen in het dorp. We hebben dat eigenlijk gedaan natuurlijk in het licht van deze verkiezingen van vandaag. Maar wellicht dat het ook heel goed is om dat tussendoor eens een keer te doen. Om inderdaad een brug te slaan tussen de bewoners en de raad. Met name de raad zou je dan uit kunnen nodigen tussendoor een keer. En dat ik denk dat dat heel goed is. Je ziet, de mensen weten soms toch niet helemaal precies wat er leeft. En dorpsbewoners krijgen dan wel direct zeg maar, toegang om dat binnen de politiek kenbaar te maken. Wat verwacht u van de uitslag? Heeft u er een idee over of zegt u nou, ik durf geen gok te doen? Nou ja, ik kijk natuurlijk ook naar de peilingen en dan is het best wel lastig. Maar het lijkt erop dat het vrij vlak blijft, dat er geen hele grote verschuivingen zullen plaatsvinden. In de peilingen die ik gezien heb althans, dus ik durf er eigenlijk niet veel van te zeggen. Op zich, ik denk dat er geen hele grote verschuivingen plaatsvinden in het Edese.